Ricci. Yo beste kijkers, leuk dat we weer kijken naar een nieuwe aflevering van Lost Buildings. Mijn maat en ik waren onderweg naar onze vakantiebestemming. En onderweg kwamen we natuurlijk een gigantische spookstad tegen in Duitsland. In Oost-Duitsland. Dus dit was super vet. Je kijkt naar Lost Buildings. Het is echt insane groot, man. Ja. Dit wordt wel een gave aflevering, denk ik. Echt allemaal van die kamers. Ja, zie je. Heel gaaf. Zullen we maar gaan? Nou, ze steken ze steken ook nog. Ja, ik voel het, ja. Oh ja, ze zijn echt irritant, ja. Maar ik denk dat het gewoon zo'n gebouw is waar het leger in heeft gezet. Wil je één omhoog, of? Ja, ik weet niet hoe sterk dit nou is. Zullen we één doen? Het lijkt wel of kun je van het flatgebouw niet verder in ofzo, of is het een bepaalde... Ik denk dat het gewoon... Want het is veel langer dan dit. Ik denk dat het vooral met dezelfde stukken zijn zoals dit. Ja? Ik denk dat het gewoon zo omhoog gaat, dat dit is precies hetzelfde als beneden. Ja, ja, dat denk ik ook. Allemaal leidingwerk en zo. Ja, we kunnen hier wel helemaal omhoog, maar dit is allemaal precies hetzelfde. Zo, dit trein is wel heel groot. Zullen we hier nou eens in kijken, of denk je dat dit hetzelfde is? Ik gok dat het precies hetzelfde is. Ik denk erom dat er geen putten onder zitten. Ja, een kelder denk ik. Pas op voor de deur, dan is hij heel klein. Ja, dus hier kom je gewoon onder het gebouw. Ja. Ja, ik nam hele dikke kabels.
Let op je hoofd. Ja. Ik vind hier gewoon net munitie. Is hij nog warm? Hè? Huh? Is hij nog warm? Is hij koud? Nee, het is hartstikke koud. Moet je me voelen. Oh ja, het is goed koud. Koud. Sorry. Dit is wat ik zoek. Kijk. Denk om de grond, want voor mij is de grond niet heel stabiel. Nee. Ik kan het zien allemaal gaten in de vloer. Het is echt flink uitgewoond. En dit was dus ooit een groot legertrein geweest voor de, nou ja, Sovjet-soldaten. Echt nog begin Tweede Wereldoorlog. Ben je nog omhoog hier of? Zo. Wauw, dit is insane. Kijk, douches. Echt? Ja, denk ik. Ja, 100% ja. Echt van die typische tegels. Ja. Denk iets van toiletten of zo. Van die hangpalken. Ja, zo'n graad. Ja, kijk, voor mij zie je daar ook nog zo'n douchleiding zitten. Ja. Ja. Ja, een mooie vondst. Wat is dat? Magas, kas. Ja. Wat is dat precies? Hoe gaat het niet doen? Rookbom of zo? Ja. Oké, dit zijn 100% toilethokken. Ja. Zie je, hij hangt het in en dat was dat afvoer. Oh mijn god. Wat zeg. Ja, dit is een toilet. Maar hier zat je gewoon zo op of zo? Ja.
Wat bizar. Nou. Zullen we het gaan checken? Zullen we het checken? Ja? Er ligt ook hout. Zo, dat is dan. Zou zo'n dakloze wonen? Wel bijzonder dat hier hout ligt. Het is allemaal gehakt. Gewoon duidelijk te melden. Ja? Ja, kijk. Hier is iemand, denk ik. Ik denk dat dit van die opslagen dingen waren. Zo, heel mooi hoor. Ja, ik zou zeggen een soort keuken, maar dat is het niet. Ook een bad. Ja, ook een bad. Ja. Is dit een hele grote zaal wat ze konden douchen ofzo? Het zou wel kunnen. Denk je dat dit geweest is, Robin? Piekenboek misschien. Ja, misschien wel. Gewoon zo'n klein huisje, ja. Ja, of de commandant of de generaal zit hierin. Ja, ja, echt zo'n... hier zaten allemaal sowieso soldaten in. Mooi voor in de titel. Ja, we hebben niets gevonden. Ben je echt actief aan het schieten? Kerstverlichting? Oké. Okay. Dit is gewoon één loze ruimte. Is wel heel mooi. Ja. Super. Die stel was er net, denk ik. Ja. Ja, kijk. Dit is de hokje weer en dat is de laatste. Ja, dit ook.
Ik denk dat ze dit nu gebruiken ofzo, als oefeningtrein of zoiets. Dat je nog wel actieve sporen ziet. Maar er zijn geen schoten in het gebouw. Nee. Er zit een lichte... Ja. Ja, je kunt wel zien dat het hier nog, nou ja, lichte activiteit hier is rond dit immense spookstad. Nou. Deze naar bekijken? Ja, dat is goed. Zo hé. Oh, hier staat valgevaar betreden verboden. Oh, hier staat nog enigszins stuw in. Of in ieder geval zo'n elektriciteitskast. Allemaal politie in. Wauw. Echt allemaal van die barakken, hè? Ja, dit zijn gewoon huisjes. Waar de soldaten in zaten, of hokjes. Ja. Je... Bro, we zitten echt heel hoog. Moet je hier eens kijken hoe hoog we zitten. Ja, kijk hier. Heb je een deur. Dit meen je niet. Ik heb het niet in mijn hoofd, maar ik ga hier zeker niet in staan. Ja. Kunnen we nou eens naar die kant lopen en dan dat uitzicht bekijken van over die kletten? Ja, die kant helemaal op. Ja. Zo hé. Gruwelijk. Vierde zitten we nu zeker niet. Ja. Zo. Insane. Yo beste kijkers, bedankt voor het kijken naar deze super vette video van Lost Buildings. We waren vandaag in een voormalig Sovjetgebied, DDR-gebied en in Duitsland. Maar dit is een super grote spookstad. En we zien jullie bij de volgende. Bedankt voor het kijken. Later. We denken zelf dat hier mensen zitten. Mensen moeten hier nu weg. Zet een hond.